Ja, ze loopt helemaal uit de hand. Ze komt dus in de back, je ziet het. Oh, je ziet het niet, helaas. Ze komt dus in de back. Ze loopt helemaal uit de hand hier. Misschien vechten, misschien wordt helemaal gek. Nog eens zeggen. Maar dan moet het toch echt? Maar ik wil Björn nog vragen als die jongen een knal van hem ogen heeft gehad. Want die zijn er om een uur of 10. Nee, ik hoorde ze ook. Zijn ze er ook allemaal heen gelopen? Ja. En dan ging van bommerdie. En de vissen die vloog weg gewoon, die sprong zo neer tot voor de roep. Ja, jij ook? Ja, die zaten met een boy nog te kiezen. Ja, en dan toen zei ik, die zei de mannen toch echt lichtelijk gestoord zijn om hier in te zitten. Ja, weet je maar dat. Dat tijd is alleen verbied. Ik zeg ja. Ik zeg dat tijd is alleen verbied. En dan had ik eerst ook zijn rolbroeken en die rende biedokter al terug. En die zegt hem, de mooi ook naar daar lopen. Ik zeg, nee, ik zeg, anders loop ik bij mijn vrienden aan. Ik zeg, maar wat dat verdoog, maar het begin. Ik zeg, van ik kwam naar binnen en boem, die boem, die boem. Hij boem, die boem, die boem. Hoi. Kijk ze op. Zijn dit? Dit is in Elstaars. Ja. Heb je naar Elstaars? Ja, deze, hè? Ja. Nou, die appels wel lekker. Dit is geen pastel. Marietje, Marietje. Broer. Marietje. Marietje, waar ben je? Ah. Oh. Hey, dat is een goeie. Ja, mooi. Mooi. Hey, wees je jongen. Wees je. Ja. Wat is er? Hey. Wie is er? Ja, maar de kou over hier is dicht, hè? Ja, maar je kan gewoon voorbij. Ja, maar hij van mij nooit zongen dat wie daar was. Nee. Denk ik nooit, want kaas? Nee, ja, hè? Nee. Kijk, want ik zal hem nog appeltjes brengen. Oh, zo. Zo. Thank you.
broodje spek wat gewoon ik kan knollen, vriend. Je weet toch, mijn man. Hier wordt killing gejapt, brother. Bang bang. Tolletje bij B in de bek. We zijn nog steeds hier bij Kermis en ik zal even zo draaien. Maar we zweten dan bij hier nou 30 graden. Ja. Hey, als het maar doorgaat zo. Ik zal even aan je denken als ik er mee loop. Oh ja? Ja. Hey, is dat zo? Ja. Ik zal alleen maar aan je denken. Hey, misschien wel een fysieke zware training bij 30 graden. Ja. Als dat zomaar kan, zou het niet een vreemd lijken. Ah, je ziet het. De bijkanselaar is weer bezig geweest. En dit was de kermis gisteren. Het is klaar, het is over. Wel jammer, was weer gezellig. Daar staat nog wat. Hier staan nog wat dingen. Even kijken nog. Wojo. Even een rondje maken en dan planken richting Leens en dan door naar Buffalo. Moet jij weer langs Damon. Voorbij, het is voorbij. Oh. Het stinkt hier weer enorm naar bier. Open dit wist jongen dat ik hier met de fiets naar ging. Godverdomme zeg. Het is weer voorbij. Gisteravond hier nog een dikke party gehad. Oh. Voor mij zie je niks meer te zien. Oh jawel. Je ziet het. Kijk of ik even langs kan. Oeh, spannend. Hier wordt een gekke brug, nee, poort geplaatst. Dus denk ik, oh, voor de motorrace, dat is volgende week. Daar ga je ook sowieso meer over zien. In een vlog. Voorbereidingen zijn goed, druk in werking. Rennen, vriend. Je ziet het, hij is op zijn fiets gestapt. Ik ook. Luister dan. Wie weet van opbouwen. Moet ook weten van afbreken en opbreken. We zijn beland hier, is een of andere gekke feest met allemaal pallets. Dorpsfeest, lens of zo. Hutten bouwen of zo. Het ziet er gezellig uit, man. Zoveel lekkere dingen. Ik kan bijna niet kiezen. Mooi, ik kom weer. Dat doe ik maar zo, hoor. Ik heb met deze auto nooit gehad, maar mijn tweede auto. Ik heb al wat 12 auto's daar, denk ik. Maar in ieder geval, mijn tweede auto waren er ook. Ze hebben ze de naai in zitten, ik geloof.
Hè? Toen hebben ze daarna ingezet in Kloor. Nee, dat is natuur, hè? Ja, ik kan je auto net zo wel weggooien. Ja. Ja, maar nee, dat is natuur, kost niet zoveel. Je hebt al zolder om de douche, er zit een ander in, maar ik ken ook een tweede aan, ze weet niet hoe ze het heeft, per se nee, hè? Ik kan haar op de ja. Nou, dat komt wel goed. Ja, maar ik ken je hebt per se nee te kopen. Ik ken hem tweede aan, ze weet. Nou, sommige garages hebben allerlei onderdelen bij ze, joh. Dicht, hè? En, ja. Ik denk er maar net van af, zo'n garage dus een tweede aanzet, dus ze zetten hem erin. Ja. En dan kost het me zo eens een keer, nou, 200-300 euro, nou kloor. Ja, nou, ik zou het jammer vinden als deze weg ging, alleen door de deur, en die auto zat er perfect toe. Ja, niks mis mee hoor. Nee. Maar ja, goed. Ben je ook een keer geïnterviewd? Ja, klopt, in november vorig jaar. Rikkie, zeker. Ik heb alweer gestopt, joh. Ja? Hij heeft één wedstrijd gespeeld. Nou, hij is geblesseerd, hij is gestopt. Wie? Rikkie. Hebben we daar? Jongens en meisjes, vandaag met iets van de aanvoerder van onderweg. Nee, chronische blessure. Ja, het heeft lang geduurd, maar we zijn er weer. Gaan we even vragen, hé. Deze, hoor. Even, hé. Ga ik toch. Ze bedoelen ook op die peuken, hè, van Campbell. Ja? We willen Cas Mulder. Oh, wacht, voor mij was dat hem. Deze. Ja, die. Nee, één terug. Nee, terug. Ja? Oh. Die. Mensen, dit is het dan. C. Mulder hier. Deze mij gevraagd of ik even een interview hou. Nou ja, natuurlijk wil ik dat. Zo, Cas. Vorige week 3 punten meegenomen in Stedum. 7-1 gewonnen. Ik ben hartstikke trots op het team. Team prestatie. Hungry van mooi, je weet het zelf. Je weet het zelf. Natuurlijk kunnen we die interview niet vergeten. Heel slecht, heel slecht. Vorige week hoorden dus dat het niet zo goed ging de wedstrijd. Olaf vond vandaag wel meevallen, speelde eerst heel veel goed. Kwamen volop voorsprong door Frank Bas, dat is de goalgetter op dit moment. Dat je elke week gewoon 3 in. Ja, toen 2-0 door mij. En ja, de goal. 2-0. Toen, ja. Doorgaan. Nou, dus kom. Ja. Get my foot on the pedal,
Laatste ronde in botsoutjes en ik heb geen fucking muntjes meer. Kutzooi. Ik ga een dikke kaassoufflé halen nu bij de snackbar. Ik ga het voor jullie filmen. Dat jullie weten waar jullie dat aan doen herinneren. Je weet toch. Ik ga nu een kaassoufflé halen. Ik ben zeker toe veranderen de boel. Doei. Hey, nobody is. Oh, kut. Hij werkt niet. Ja, nou werkt hij wel. Kijk. We zijn nog zo bij Kenno's Eren. Ik ga even een biertje halen. Ik neem hier gewoon mee. Deze man staat gewoon naast de pot te pissen. Je weet toch, mensen die naast de pot pissen, ik ben daar één van, deze doet het ook. Je weet toch. Hier wordt allemaal gevreed. Ik heb net broodjes speklap gehad en een fucking kibbeling. Ik ben helemaal misselijk. Maar voor bier gaat er altijd nog in, je weet toch. We gaan nu poelen bij Bullen uit, we gaan even een biertje pakken, je weet toch. Neem je mee, man. Deze man blijft alleen maar om Junko vragen. Hij krijgt hem niet, grap. Het is gewoon Sam. Hij krijgt hem niet. Hij krijgt hem gewoon niet, broer. Likey gebost over het pannenveldje. Ik denk ik ga nog één doen. Ik denk ik ga die ook nog doen of die nog doen. Maar het voelt gewoon niet meer goed. Jouw bike staat hier. Voor degene die hem zoekt. Jouw bike staat hier. Bye. Oh Sam dan. Nou. Even een biertje genakt daar. Ik zou dat niet doen. Ik heb een beach bij u gedaan. Ik heb een bike gekanteld, je weet toch. Schoon man. Je hebt een bike gekanteld. Die lekker staan. Deze is gekanteld. Zeg man. We hadden Osso. Maar ik kwam mee. Sam.